De werkzaamheden aan de ring A10 rond Amsterdam zijn op de helft. De buitenring is klaar. Nu werkt Rijkswaterstaat aan de binnenring van de A10. Er zijn gietasfaltbalken aan het storten voor de voegovergangen op de A10. Dat is om ervoor te zorgen dat als het kunstwerk beweegt door warmte en kou, dat het asfalt niet gaat scheuren. En die voegen zijn nodig om de spanningen op te nemen, zodat het asfalt intact blijft. Zeg maar, er zijn een aantal kunstwerken, ofwel viaducten, bruggen of andere kunstwerken zijn in de weg opgenomen. En de warmtewerking daarvan zou ervoor kunnen zorgen dat het asfalt begint te rafelen. Asfalt is een heel mooi product wat hergebruikt wordt. Niet alles kan hergebruikt worden, maar een groot gedeelte van hoofdrijbaan links wordt zometeen teruggebracht in hoofdrijbaan rechts. De afgelopen drie weken hebben we op de buitenring gewerkt. Daar hebben we al het asfalt vervangen, maar ook de voegen, de waterafvoer verbeterd. En toen we toch dicht waren, hebben we ook gelijk de matrixborden boven de weg vervangen. En we hebben zelfs nog een drip geplaatst, zo'n dynamische tekstbak boven de weg voor knopen te Nieuwmeer. Ja, we hebben daar ongeveer de hoeveelheid van 20 Olympisch zwembaden vol aan asfalt eraf gehaald en ook weer opnieuw aangebracht. Op dit moment zijn de mannen druk bezig om sommige onderlagen al te asfalteren. De eerste voegen worden nu gebouwd en achter mij zijn de mannen bezig met het afgraven van de buitenberm. Daar gaan we de riolering vervangen. Dus er zit nu een smalle rioleringspijp en die gaan we vergroten naar wat grotere. Zodat ook de A10 West die heftige 21e eeuwbuien die voorspeld worden ook goed kan bergen. Waarom ik van mijn beroep hou? Nou, je bent altijd lekker buiten bezig, altijd onder de mens. Ja, je maakt nog eens wat mee, je komt overal. Ja, dat maakt het leuk. Ik vind het heel leuk om te doen, zeker weten, ja. Ik vind het heel leuk werk. Ja? Ja, ja, echt waar, anders sta ik hier niet natuurlijk. De bouw van de Ring A10 begon in 1962. 4 jaar later konden de eerste auto's over de weg rijden. De A10 was toen nog lang niet wat het nu is. Het westelijke deel, de Einsteinweg, werd geopend in 1975. Het zuidelijke deel in 1981. En het oostelijk en noordelijk deel is in 1990 afgerond met de bouw van de Zeeburgertunnel. De prijsvraag van deze week is: in hoeveel fases is de Ring A10 aangelegd? Ga naar amsterdam.nl/wegwerkzaamheden en vul daar het antwoordformulier in. En ook nu maken we de winnaar weer blij met een foto uit de online beeldbank van het Stadsarchief. En de winnaar van de prijsvraag van vorige week is Toer Bouwman. Toer, gefeliciteerd. Let u tijdens de werkzaamheden even op het volgende. Nou, we werken hier op de binnenring nog tot 3 september, dat is een zondag. Dus maandagochtend 4 september voor de ochtendspits zijn we helemaal klaar. En voor meer informatie kunt u natuurlijk kijken op amsterdam.nl/wegwerkzaamheden. En u kunt zich hier ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Dit was het verkeer. Sorry voor de files. En tot de volgende keer.